In Nederland neemt Michiel ons mee naar de wereld van de keukens. Hij laat zien dat functionaliteit niet ten koste hoeft te gaan van creativiteit en originaliteit. Wanneer je een nieuwe keuken gaat uitkiezen, let je vaak op vorm en kleur, terwijl de apparatuur juist zo belangrijk is. Vaak kies je dan die apparatuur ook nog eens uit op basis van je oude manier van koken. Terwijl er juist zoveel nieuwe technologieën zijn en dat wel eens de hele indeling van je keuken om kan gooien. Als je eenmaal weet hoeveel apparaten je wilt hebben, maar je hebt niet zo'n grote keuken, dan kan je kijken naar een apparaat waar meerdere functies samenkomen. Nou, neem bijvoorbeeld deze combi stoomoven met warm uitladen. Dan kan je toch nog steeds bakken en braden. Je kan verwarmen, warm houden, maar ook ontdooien. Terwijl je toch maar één apparaat hebt. De mooie compacte vorm zorgt er weer voor dat je heel anders met de indeling van je keuken om kan gaan. Wanneer je voor een stoomoven kiest, ga je waarschijnlijk anders koken. Dit betekent dat je minder pitten nodig hebt. En daardoor kan je een kleinere kookplaat kiezen, waardoor je weer meer aanrechtruimte over hebt. En omdat je vaak in de stoomoven kookt, heb je minder pannen nodig. En heb je dus ook meer ruimte in je lades. Heb je nou wel lekker de ruimte en kan je veel apparaten kwijt, zorg er dan wel voor dat alles binnen handbereik is. Want dat is eigenlijk veel prettiger koken. Kijk bijvoorbeeld aan deze koelkast met daarin koellades. Heel praktisch voor je verse producten. Nou, zo zie je maar dat apparaten heel veel invloed uitoefenen op de indeling van je keuken. En op die manier kan jij eigenlijk een hele creatieve en originele keuken samenstellen die even heel anders is dan de rest.